Welkom in het hoofdkwartier van de Sint, een Sinterklaasgedichtje uit 1942. Best vrolijke materie zou u misschien zeggen. Maar achter dit gedicht en de andere archiefstukken die hier op tafel liggen, schuilt een heel triest verhaal. Namelijk het verhaal van de familie Drucker. Marian, de dochter van het gezin, Abraham en Juliette, de ouders, waren Joods. Ze woonden hier in Alkmaar, Marian ging hier naar school, Abraham had hier een handel in jute zakken. En tot de Tweede Wereldoorlog leidde ze een heel normaal, een rustig leventje hier in Alkmaar. Marian werd geboren, ze gingen naar de stad, naar het park, er werden babyfoto's gemaakt. De handel van Abraham liep goed, Marian deed het goed op school, het was een vrolijke meid. Het leven zag er rooskleurig uit, maar dat duurde natuurlijk tot 1940, toen de oorlog uitbrak. Toen werd al snel duidelijk dat het leven van de familie Drucker zou veranderen. En dat klopt ook. Er worden allerlei maatregelen genomen waardoor Joodse mensen uitgezonderd worden van het openbare leven. Waardoor ze apart worden gezet in de maatschappij. Ze moeten bijvoorbeeld een Jodenster gaan dragen. En op een gegeven moment moet de familie Drucker ook gedwongen uit Alkmaar vertrekken. Marian mag natuurlijk al een tijdje niet meer naar school zitten. De handel van vader wordt ingenomen door de Duitsers. Het wordt allemaal steeds erger en vanuit Amsterdam probeert het gezin nog steeds een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ze gaan bijvoorbeeld naar de bruiloft van hun voormalige dienstmeisje. Maar dat wordt steeds lastiger. En dat weten we omdat Abraham deze drie schriftjes heeft gevuld met alle verhalen van wat het gezin is overkomen tijdens die oorlog. Van het innemen van de radio tot de gedwongen verhuizing naar Amsterdam tot het onderduiken. Het gezin heeft in meerdere adressen ondergedoken gezeten. En het laatste adres is bij de familie Kleibroek in Warmhuizen. En daar wordt het gezin tijdens een razzia opgepakt. Niet omdat ze zelf verraden zijn, maar omdat er in de buurt een distributiekantoor is overvallen. En de Duitsers op zoek zijn naar de daders. Nou, het gezin wordt opgepakt. Ze worden afgevoerd naar Westerbork. En vanuit Westerbork sturen ze dan brieven naar de familie Kleibroek. Dat is het gezin wat hen hielp met onderduiken. Deze brief wordt bijvoorbeeld naar P. Kleibroek gestuurd. Ze weten dan niet dat ook die Kleibroek is opgepakt. Dit document, wat u hier ziet liggen, is het allerlaatste teken van het leven van de familie Drucker. Hierna worden ze namelijk afgevoerd naar Auschwitz en zijn ze vermoord. Hier ziet u nog de laatste foto van het gezin. Nou, dit is natuurlijk een heel triest en een heel ellendig verhaal. Maar we kunnen het nog wel vertellen. En dat komt met name door die schriftjes die de vader van het gezin, die Abraham, heeft gevuld met wat er allemaal is overkomen. Het komt ook doordat al deze verschillende documenten, het fotoalbum, de Sinterklaasgedichtjes, deze laatste brief uit Westerbork, maar ook allerlei andere documenten, bijvoorbeeld de vervalste persoonsbewijzen van het gezin, omdat die bewaard zijn gebleven en omdat die nu hier in het regionaal archief in de depots ook goed bewaard blijven. En we gebruiken ze dan ook om het verhaal van dit gezin, dat het meest trieste lot is overkomen wat u zich maar kunt bedenken, dat verhaal nog steeds verteld kan worden. Dat is ook de reden waarom we dit filmpje nu maken. De familie Drucker is in Alkmaar eigenlijk best bekend, maar een verhaal als deze moet, vinden wij, zoveel mogelijk verteld worden.